Welkom bij het filmpje over het aanmaken, bewerken en of verwijderen van een activiteit. We zijn hier op de gemeentepagina van Herens, ingelogd als de beheerder van de gemeentepagina. Linksonder in het midden zie je nu één activiteit op stapel staan in Herens. We gaan een activiteit toevoegen. Omdat we ingelogd zijn, zien we hier bovenaan en hier rechts de extra menus. En hier staat bij inhoud toevoegen een optie activiteit. Zo. Wanneer we daarop klikken, krijgen we een invulformulier om een nieuwe activiteit aan te maken. Het begint met het invullen van de titel. Taal laten we staan op Nederlands. Body is de uitleg van onze activiteit. Zo. We kunnen een afbeelding toevoegen. Klik op Browse. Kiezen onze foto. Zo. Niet vergeten hier op uploaden te klikken om de afbeelding naar de site te brengen. Voilà, afbeelding is toegevoegd. De datum van onze activiteit. Deze activiteit gaat door op 7 oktober. Zo, om 19 uur. Hier is een invulveld schatting aantal deelnemers. Dat is de bedoeling dat je dat achteraf invult. Je zegt oké, we hebben met onze infoavond 100 deelnemers bereikt. Dan kom je hier naar terug. Je vult in 100. En dan wordt dit getal gebruikt om de fanteller op de startpagina te updaten. De fanteller waarin weergegeven wordt hoeveel fans bereikt werden met acties. Maar dat is dus achteraf. Laat ik voorlopig nog leeg. De locatie. En je kan hier eventueel ook nog een Facebook-event-link aan toevoegen. Dus als je je activiteit ook op Facebook als een event hebt aangemaakt, kan je die URL hier invoegen. Ah ja, nog één dingetje dat ik vergeten ben, hier bovenaan. Je hebt de tekst van jouw activiteit, maar in overzichtlijstjes van activiteiten wordt er een samenvatting getoond. Nu, gewoonlijk kiest het systeem de eerste woorden, zinnen van jouw tekstje. Maar als je zelf wilt bepalen wat de samenvatting is, dan klik je hier op samenvatting bewerken. En dan kan je zelf kiezen welke lijn in de samenvatting getoond wordt. Dus bijvoorbeeld, ik wil dat dit tekstje als samenvatting getoond wordt. Zo. Onderaan altijd op de knop opslaan klikken. Zo. En de website vertelt ons dat de activiteit, infoavond enzovoort, is aangemaakt. We gaan even kijken. Inderdaad, er is een activiteit bijgekomen over de infoavond op 7 oktober. Nu gaan we eens kijken hoe we die activiteit kunnen bewerken en verwijderen. Het is heel eenvoudig. We klikken op een activiteit die we willen bewerken. We krijgen dan eerst het volledige overzicht te zien met het programma, met al de info die we ingegeven hebben. Maar hierbovenaan is een knop bewerken bijgekomen. Als ik klik op die knop, dan kom ik terecht op het invulformulier van daarstraks en ik kan aanpassingen maken. Bijvoorbeeld, stel we hebben nu onze activiteit gehad en we hebben inderdaad 120 deelnemers bereikt, dan vul ik hier 120 in. Zo, en op opslaan klikken. Om de activiteit te verwijderen, heb je hier ook een knop verwijderen. Ik ga dat nu doen. Zo, activiteit verwijderen. En de website vraagt me nog bevestiging of ik deze activiteit zeker wil verwijderen. Inderdaad, verwijderen. En de website bevestigt. De activiteit infoavond is verwijderd.